We zijn vandaag in Spijkenisse aan de Maasboulevard. Er is hier een bijzonder feestje. Een barbecue voor alle inwoners van Spijkenisse. Naast mij staat Mia Slewinski van Trots op Nederland. Mia, waarom deze barbecue? Waarom deze barbecue? Nou, wij als Trots op Nederland zijn, hebben in de raad een motie aangeboden om op raadsuitjes en raadsbarbecues en dergelijke een eigen bijdrage te leveren. Ja, en helaas, die moties hebben het niet mogen halen. Sterker nog, ze zijn weggehoond. En daar hadden wij toch een heel erg vervelend gevoel aan overgehouden, omdat wij toch vinden dat als iedereen moet bezuinigen, ja, dat dan de raad dat ook best mag doen. En dan weet ik ook wel dat het hier niet gaat om honderden miljoenen euro's, maar in ieder geval wel om veel geld. Genoeg in ieder geval om op te kunnen bezuinigen. En zeker naar de inwoners toe ook. Ja, het is een gebaar. En ik vond dat wij als raad zijnde dat best konden doen. Maar helaas, collega raadsleden vonden dat niet. En hebben dus de motie weggestemd. Althans, we hebben hem zelfs niet eens in stemming gebracht. Omdat de leden mochten er feedback op geven. En het was zo negatief dat wij zoiets hadden van, nou ja, dit is onhaalbaar. Dus het heeft ook helemaal geen enkele zin. Dus duidelijk dat wij als CDA beide moties niet zullen steunen. Om het laatste beetje suiker, bij wijze van spreken, wat in mijn koffie gaat, nog zelf mee te laten brengen. Om ook nog wat te besparen. Er zijn denk ik grenzen aan wat je moet bezuinigen. En ja, ik weet eigenlijk nog niet wat ik hiermee moet. Maar ik begrijp, er zijn nog wat sprekers. Dus ik heb nog even de tijd om mijn standpunt in te nemen. Dank u. Ik vind het ongelooflijk zielig dat wij nu een half uur lang van ons gratis borrel worden afgehouden door dit soort flauwekul. En dat meen ik nog een keer deze keer echt ook. Mevrouw Koopman. Ja, voorzitter, kan ik daar nog overheen? Laat ik beginnen. Dat hoeft niet per se. Dat hoeft echt niet per se. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik mijn eigen zoetjes meebreng. Dus die suiker hoef ik al niet te betalen van meneer Melling. Want ik heb altijd mijn eigen zoetjes mee. Maar ik ben het wel eens met de heer Van der Dussen. Dat, ja, je kan elke motie verzinnen. Eigen bijdrage is prima, maar niet op deze manier, voorzitter. Wij kunnen hier echt niet mee akkoord gaan. Nou ja, toen zat ik met Nico Akkerman te praten en Chris Hottentot. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij dat gebaar nog steeds naar de inwoners willen maken. En toen zijn we op het idee gekomen om een barbecue te organiseren voor de inwoners. Dus wij hebben de inwoners uitgenodigd van nou, kom naar de Maasboulevard. Kom daar een hamburgertje of een worstje eten, een drankje drinken. We praten lekker onofficieel vooral met elkaar. En wij willen laten zien dat dat ook kan. Dus ja, wij halen de broekriem in ieder geval wel aan. En afgelopen vrijdag was de raadsbarbecue die dus door de inwoners van Spijkenisse eigenlijk betaald is. Hoe is dat geweest? Ik zou het niet weten. Want? Nou, ik ben er niet geweest. Oké, dus jullie hebben die raadsbarbecue dit jaar echt overgeslagen? Ja, we hebben hem overgeslagen. Een van Chris zijn slogans is altijd practice what you preach. En daarmee bedoelt hij, je moet doen wat je zegt. En wij zijn een partij die daar ook voor staat. Dus wij hebben gezegd van, als wij dus vinden dat je de barbecue zelf moet betalen, ja, dan moet je hem ook zelf betalen. Dus wij zijn nu niet op kosten van de inwoners gaan barbecuen. En dat doen we nu met de inwoners, vinden we eigenlijk ook veel leuker. Mevrouw Verdonk, wat vindt u ervan dat Trots op Nederland hier deze actie in Spijkenisse heeft met een barbecue? Nou, heel positief. Het zonnetje schijnt en het is een prachtige omgeving hier. Dus ik vind het een heel goed initiatief en alle burgers van Spijkenisse zijn welkom. En ik was ook welkom, dus vandaar dat ik even ben langsgekomen. Meneer, u bent lekker aan het eten? Ja, heerlijk. Smaakt prima. Wat is voor u de reden om vandaag hier te zijn? Nou, dus ik was gepresenteerd met deze firma. Trots op NL. En ik had een beetje problemen in de buurt. Nou, even kijken of dat hier uitgepraat kan worden. En bent u tevreden? Ja, prima. Geweldig. Ja. Waarom bent u vandaag hier naartoe gekomen? Waarom? Omdat wij met een dringende vraag zaten. En die is goed beantwoord. Wat was die vraag? Nou, om een eigen centrum voor onszelf. Wie zijn onszelf? Alle meisjes hier. En de helft is er niet bij. Dus we hopen, wij zitten op een kunstacademie, zoals Aranka het mooi zegt. En wij willen graag een eigen ruimte, waar we meer kunnen schilderen, meer crea dingen kunnen doen. En hoofdzakelijk ouderen die te ver moeten reizen naar de Maaswijk. Is het moeilijk dan om hier in Spijkenisse iets in een wijk voor elkaar te krijgen? Nou, in de Schenkel wel. In de Schenkel is echt helemaal niks voor ouderen. Wij horen bij Maaswijk, maar voor de meeste, hier wonen heel veel ouderen.
En daar is echt, vooral die open weg daar, dat is gewoon te ver. Dus wij zoeken al jaren hier naar een eigen ruimte, maar ja, dat lukt gewoon niet. Dus, maar ja, we blijven doorgaan. En helpt het dan om hier te komen barbecuen? Ja, zeker, want ik heb nog helemaal niks gegeten. Ik kom hier om te praten. En om echt te vragen en aandacht te vragen voor onze schildersclub en creaclub en kaartclub. Dat we misschien dat hun iets kunnen doen. Is dat dan vandaag niet een mooi moment om zieltjes te winnen voor de partij? Ja, ja, die vraag had ik kunnen verwachten. Wij zijn hier eigenlijk programmaloos. Zojuist kwam er iemand aanlopen en die begon mij dus best wel ingewikkelde vragen te stellen over waar Trots nu voor staat. Maar eigenlijk willen we dat liever niet. We willen op dit moment informeel met inwoners praten. En we willen best naar ze luisteren en ze mogen best ons vertellen wat ze fijn vinden en wat ze minder fijn vinden. Maar ja, wij staan hier geen campagne te voeren in ieder geval. Dus het is wel van Trots. Het partijtje is van Trots. Gegeven door Trots, betaald door Trots. En in dat opzicht ja. Maar we zijn hier niet om zieltjes te winnen. Wat niet wegneemt dat als mensen door met ons te praten een warm gevoel bij ons krijgen. Ja, dat is natuurlijk heel prettig. Hoe de barbecue afgelopen vrijdag voor de raadsleden van Spijkenisse is geweest, dat weten we niet. Want daar zijn wij niet voor uitgenodigd. Maar hier op deze barbecue voor de inwoners van Spijkenisse was het in ieder geval erg gezellig.